Ik ben prins Siddhartha. Bij mijn geboorte voorspelde een wijze Bodhisattva dat ik een onovertrefbaar groot heerser zou worden of alle aardse goederen zou verwerpen om een religieus leider te worden. Mijn vader gaf de voorkeur aan de eerste voorspelling en omringde me, afgesloten van de buitenwereld, met de beste aardse goederen, zodat ik in mijn leven geen ontevredenheid of nare dingen zou ervaren. Op mijn 29e begon ik na te denken over het leven buiten het paleis en ontvluchtte ik stiekem de paleismuren om met eigen ogen vast te stellen dat er ook hardwerkende mensen ziekte en dood bestaan. Om me spiritueel te ontwikkelen, besloot ik om een eenvoudig leven te gaan leiden en verliet ik voorgoed het paleis, vrouw en kind. Na 6 jaar van zelfpijniging en kastijding kreeg ik het inzicht dat ik op deze wijze mijn doel niet zou bereiken en begon te mediteren. De volgende ochtend bereikte ik, op 35-jarige leeftijd, de verlichting en werd mijn nieuwe naam Boeddha. Na vervolgens jaren rond te trekken met mijn groeiende groep volgelingen, sloot ik op 80-jarige leeftijd voor de laatste keer mijn ogen. Mijn levenswijze zal echter verder blijven bestaan. Wie Thailand bezoekt, kan er niet naast kijken. De blootsvoets wandelende monniken die vroeg in de ochtend op pad zijn tijdens hun dagelijkse bedelronde. Een uniform gekleed gevolg van kinderen in een ouderdomsklasse tussen 7 en 20 jaar die in hun voetsporen stappen horen bij het plaatje. In Thailand is het de traditie dat elke jongeling minstens eenmaal voor een tijd in het kloosterleven treedt. Haast elk klooster geeft tijdens schoolvakanties de gelegenheid aan kandidaat om zich in te schrijven om gedurende enkele dagen tot 2 weken zich te verdiepen in de leer van Boeddha. Een intredingsceremonie met een portie symboliek waar we best wat meer van willen weten. Monniken zijn inclusief de wenkbrauwen steeds kaal geschoren. Ook de kandidaten kunnen hier niet aan ontlopen en krijgen elk een blad van een lotusbloem toegediend. Over de betekenis hiervan laten we de plaatselijke ceremoniemeester aan het woord. De lotus heeft in het boeddhisme een grote betekenis. De bloem symboliseert goddelijke geboorte en zuiverheid. Deze symbolische betekenis is de groei naar verlichting en zal vooral voortkomen uit het groeiproces van de bloem. De lotus nestelt zich in de modder onder water en groeit dan heel krachtig naar het licht toe, waarna we een prachtige bloem kunnen waarnemen op het water. Dit proces beleven wij ook als mens. Vergelijk de modder hierbij als onwetendheid en lijden. Naarmate je groeit, word je wijzer. Als eenmaal de verlichting is behaald, straal je net als die prachtige lotusbloem. De plaatselijke monniken krijgen als eerste eer om van elke jongeling een stukje haar te knippen, gevolgd door de ouderlingen uit het dorp en de aanwezige ouders. Het afgeknipte haar mag niet op de grond vallen, maar dient in het lotusblad terecht te komen om later op de rivier te water te laten. Na deze korte ceremonie ontpoppen de monniken zich als ware haarkappers en geven gewapend met de scheermes die jongelingen een gratis scheerput, wat voor sommigen eerder als een eerste vorm van lijden ervaren wordt. Koel talkpoeder vermindert deze pijniging en geeft tevens bescherming tegen de eerste zonnestralen.
reinigende douche krijgen de jongelingen een maagdelijk wit pak aangemeten en krijgen als beloning een verfrissend drankje toegediend. Bij wijze van goede daad wordt aan de toeschouwers de gelegenheid gegeven om een geldelijke bijdrage te leveren aan het klooster. Er zijn immers een aantal extra monden te voeden. Een taak dat een aantal vrijwilligers uit het dorp reeds op zich genomen heeft. Monniken dienen steeds als eerste te eten en dit voor 12 uur 's middags. Onze hongerige jonge mannen worden echter niet vergeten. Als laatste schuiven wij zelf onze benen onder tafel. De spierwitte kleding op de donkere huid van de jongelingen zou je haast laten denken dat het om een reclameboodschap gaat voor een of ander waspoeder. Niets is minder waar. In het volgende deel van de inwijding verzoeken de kandidaten naar dakloosheid en de drie boeddhistische juwelen. Dat zijn de Boeddha, de leer van Boeddha en de boeddhistische gemeenschap. Middels een klein geschenk in de vorm van kaarsjes en jasmijn wordt als kort afscheid naar de ouders toe nog vergiffenis gevraagd voor de kleine ondeugendheden en ongemakjes die ze in hun jonge leven hebben veroorzaakt. Vanaf nu is het luisteren geblazen naar wat de abt van het klooster te zeggen heeft. Bij wijze van verbintenis en om zijn boodschap duidelijk over te brengen, is hiervoor een touw gespannen tussen alle aanwezigen. Aan de dorpsoudste valt de eer om een wit touwtje, Sai Sin genaamd, als geluksbrenger om de pols van de deelnemers te binden. De omliggende dorpen mogen het ook geweten hebben. Onder begeleidende streekmuziek trekt vervolgens de stoet door de plaatselijke straten. Terug in het klooster gekomen, gaat de ceremonie verder. Ouders schenken hun kind het typische okerkleurige gewaad dat ze gedurende het verdere verloop van hun intrede zullen dragen. Aan de abt van het klooster valt de eer om het schouderdoek te geven. Het omkleden is niet echt een makkie, eerder een kunst. Zonder assistentie van een aantal hulpvaardige monniken zelfs een haast onbegonnen werk. Netjes uitgedorst krijgen de leerlingen de eerste lessen gespeld over de vijf belangrijkste boeddhistische grondregels. Bij het niet navolgen hiervan raak je in de boeddhistische hel. De eerste grondregel vertelt dat we niet in onkuisheid mogen leven of overspel plegen. Als straf dien je een hoge boom met doornen te beklimmen. De tweede regel gaat over het doden van levende wezens die niet voor de slacht voorzien zijn. Een kokende kookpan waar je zelf in terecht zal komen, moet deze regel kracht bijzetten. Een derde regel gaat hem over het onrechtmatig toe-eigenen van zaken die niet van jezelf zijn. Het zal je laatste keer geweest zijn dat je ook maar iets in de handen kan nemen. De vierde regel gaat dan weer over lasten praten en liegen. De straffen zijn naar gelang. Een bezoek aan de tandarts valt hierbij in het niets. De
De vijfde regel betreft bedwelmende middelen, zoals roken, alcohol en drugs. Je zou voor minder afkicken. Alles bijeen, niet echt een leuk verhaaltje net voor het slapen gaan. De eerste dag zit er gelukkig op. Het is vroeg in de morgen opstaan geblazen om op bedelronde te gaan. Ik tel al een aantal minder deelnemers dan gisteren. Zouden er enkele heimwee naar het ouderlijk huis gehad hebben? Kunststofzakjes van een of ander groot warenhuis zijn uit de boze. Gewapend met de bedelkom trekken ze blootsvoet door het dorp om aalmoezen van de bevolking ontvangst te nemen. De monnik bedankt niet voor deze giften, maar de gever bedankt de monnik. Klinkt misschien merkwaardig, maar is in wezen logisch. Hij geeft jou de gelegenheid om een goede daad te doen. En daarvoor moet jij de monnik bedanken, niet andersom. Overdaad gaat niet. Alles wat niet meteen in de bedelkom kan, wordt netjes gesorteerd voor later. Een appeltje voor de dorst. Het vrijwillige team van koks heeft ondertussen een hartige maaltijd bereid. Hoezeer de maag ook knaagt en hoe lekker het er ook uitziet, eerst dient er uitvoerig gebeden te worden. Symbolisch denken we zelf ook aan de overleden familieleden door water over de grond te gieten. In het verdere verloop van de dag is het met regelmaat van de klok verzamelen geblazen en volgen de jonge monniken aandachtig les over de leer van Boeddha. Voor de vergeetachtigen, of voor wie het allemaal nog een beetje onduidelijk is, zijn er ter naslag handige schriften voorzien met de nodige tekst en uitleg. Ook de tempel dient onderhouden te worden. Karweitjes die we er allemaal graag bij nemen, want wij zijn de kinderen van Boeddha.